Welkom bij A2 Actueel. Voor de bouw van de tunnel zijn in totaal 300.000 kuub beton nodig. Dat zijn zo'n 30.000 vrachten met betonmixers. Vandaag gaan we kijken bij toeleverancier Mewin te Beatrixhaven in Maastricht. We staan hier bij de betoncentrale waar we betonmortel maken voor de Avenue 2. We doen dat eigenlijk door de zand en cement op te mengen samen met de NC-cement, zeg maar. En daar maken we betonmortel die we naar het project rijden. Jullie hebben een speciale mijlpaal bereikt. Ja, we hebben nu de 100.000 kuub geleverd voor de tunnel. En dat is een mooie hoeveelheid, dat is 1/3 van het totale project. Hoeveel mankracht zijn er nu voor nodig? Want het lijkt me nogal een groot project voor jullie. We werken hier met 18 man personeel, nog 12 man van het uitzendbureau. En met die mensen draaien we eigenlijk het hele project. Wat betekent A2 Maastricht voor Mewin? Voor Mewin is het A2-project een zeer belangrijk project. Gezien de bouwcrisis in Nederland was het een geschenk uit de hemel dat wij dit project mochten gaan beleveren. En het vertrouwen hebben gekregen van de bouwcombinatie Avenue 2 zijn de Ballersneden-Structon. Nou, we liggen heel dicht bij het project. Het scheelt aan aanrijdtijd, want het is toch het grote probleem om alles precies op tijd, just in time, op de bouw te krijgen. Dat is het hele spel. Maar ook de CO2-uitstoot. Ja, hoe minder je moet rijden, hoe minder CO2 verstookt wordt. Dat is alleen maar gunstig. Het verleggen van circa 12.000 kabels en leidingen is ook een hele klus. Hoe ver zijn jullie nu? Wij zijn nu ongeveer 90% klaar. We zijn 2,5 jaar terug begonnen. Dit is een van de drukste oversteken van Maastricht. Nu liggen ze hier allemaal en ze gaan in de toekomst door deze stalen mantelbuizen die over de tunnel worden gelegd en waar de tunnel onder doorgegraven wordt. En liggen ze dan op de definitieve plek? Ze liggen dan 70 centimeter te hoog. Ze moeten dan nog zakken tot op het tunneldak. Wat voor soorten kabels en leidingen liggen er? Er zijn van de Nexus middenspanning, hoogspanning en van KPN en Ziggo Telecom kabels. En daar is ook glasvezelkabel bij. Een complexe klus? Een hele complexe klus. Je moet alles in zo kort mogelijke tijd erin leggen en dat maakt het complex. Alle kabels en leidingen zijn nu gebundeld naar de overkant verlegd. Hoe zijn jullie 2 jaar geleden begonnen? 2,5 jaar terug zijn we begonnen met zoveel mogelijk oversteken die kriskras, de A2 oversteken, te concentreren hier naartoe. Dat was een hele klus, ook omdat we door de bestaande wijken moesten, wat best veel overlast heeft gegeven destijds. Dit was A2 Actueel voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.